Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij F1 2021, de allereerste aflevering van Breaking Point gaat dus beginnen. Het nieuwe spel is vanaf dinsdag bespeelbaar voor mij, maar ik denk eerst even alles opnemen en dan de video bewerken op een vrijdag en dan uploaden op een zaterdag. Breaking Point staat dus op het programma, we gaan challenging doen. En ja, dit belooft heel spannend te gaan worden, we gaan rijden met een Aston Martin. Ja, dat is nu een Racing Point. We beginnen als Racing Point en gaan door als Aston Martin. Teamgenoot is ook Nederlander Casper Ackerman. En wij gaan dus als rijder Aiden Jackson rijden. Een jonge coureur, 19 jaar oud. We beginnen in de Formule 2. De titel staat op het spel tussen mijzelf volgens mij en Devin Butler. En Casper Ackerman. Want Butler keert gewoon terug in deze story mode. Ik heb er heel veel zin in. Smash vooral op de like button. Ben jij nieuw? Abonneer dan voor meer. F21, Breaking Point en Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Reageer wat even bij de kant moet worden op deze aflevering. Ik moet wel zeggen, ik ben dom geweest. Want ik kan in deze settings kan ik niet de AI aanpassen. Dus die AI staat heel laag. Dat had ik dus gemerkt. We zijn bij de Formule 2 aanbeland in de laatste ronde van 2020. Sorry, van 2019. En hier draait het dan om. An incredible race. Look at it. Every driver is being so aggressive. Check it out. They'll all be feeling the pressure right now. None more so than young Aiden Jackson from Carlin. That's right. Rumors from the paddock talk about a possible future for Jackson in Formula 1. And with only a few laps to go, this is still anyone's race. The atmosphere here is electric, and we couldn't have asked for a better finish to the F2 season here in Abu Dhabi. Het doel is dus volgens mij gewoon om de titel naar huis te rijden. We staan op een P4 in ronde nummer 4. Ja, we moeten dus eerst finishen en het Formule 2 kampioenschap binnen zien te halen. Zet ik camera, heet die zo? Weet ik niet. Dat die is op P3 en we moeten hem voorbij zien te passeren. Kijken mooi naar de buitenkant. Hij geeft niet op, maar een beetje wielbengen met elkaar. Ziet er een klein beetje door. Maar P3 is van ons, krijgt ook de greatest of all time, Mahavir Raghunathan. Ik zeg zijn naam helemaal verkeerd. Raghunathan, de Nederlander, Indiër of zoiets. Dat is gewoon de beste Formule 2 coureur die de sport ooit heeft gezien. Applausje voor de GOAT. Dankjewel, dat was dus applausje voor Mahavir. Die is dus aan de kant, de volgende heet Nicolas Latifi. We zitten in ronde nummer 4. Oh, Latifi rent heel erg vroeg. Dat komt ook omdat de AI heel laag staat. Ik heb dat nog niet zelf kunnen aanpassen. Als ik dat had geweten, had ik het al lang gedaan. Ik weet niet hoe ik dat moest doen. Dus, de AI staat heel laag. Mijn excuses daarvoor, die gaat omhoog naar 90 gelijk. En dan door naar 92 en enzovoort enzovoort. Giotto dus voor ons in ronde nummer 5. 1,5 seconden na Luca Giotto. 14e sneller. En we hebben de snelste race ronde punt ook in handen. Na deze ronde begint de laatste ronde dus. En dan winnen wij het Formule 2 kampioenschap van 2019. Daar hebben we dan, nee, ik wou nou zeggen, daar heb ik Giotto dan gepasseerd, maar we hadden een momentje overstuur. Ik kan me nog herinneren dat wij dit reden in 2019. Toen wonnen wij het kampioenschap en toen streden wij met Devin Butler en Lucas Weber. Nu is het dus, ja, Aiden Jackson en Giotto knijpt ons wat af naar die buitenkant. Wel leuk dat, terwijl we daar even dachten dat we Giotto buitenom konden passeren. Nee, is niet gelukt. Wat ik wou zeggen, Butler rijdt hier ook mee. Dus die keert weer terug in de Formule 2 in 2019. Jammer dat Lucas Weber niet een rol speelt. Ja, die speelt wel een rol op de telefoon van
Aiden Jackson, ook Maxime MXM. Terwijl we daar heel mooi achterlangs kunnen kruisen bij Giotto. Kijken daar bij de buitenkant van de hairpin. Lukt dat ook? Dat lukt niet, want we rijden wat op de curb. Zo, Giotto heeft een slechte exit. Maar... is hij hier dan gezien? Ja, even terug naar mijn verhaal. Maxime MXM, Tiamat Marduk, Arava, Into the Barrier, X-Matic G. Die spelen hier allemaal een rol in het Formule 1 spel. Waarom? Op de telefoons zie je allemaal tweets voorbij zien komen. En dat is wel heel vet. Maar goed, het Formule 2 kampioenschap dus behaald. Op naar de Formule 1. Ja. Een mooi resultaat voor het team. Knap van Aiden Jackson dat hij de titel wint. Carlin wint ook volgens mij de constructeurstitel. David Valsecchi is weer zoals altijd bloedenthousiast. En een prima resultaat. Let's just hope the right people are watching today. And here he is, the man of the moment, Aiden Jackson. An amazing race and a fantastic win for this incredible driver. Indeed. After this, I guarantee that Jackson will be the hot topic in more than a few upcoming F1 team meetings. The future's definitely bright for this young driver. Oh, jazeker, jazeker. Let maar op, want we zijn... aanbeland in Australië. Will Buxton stelt Aiden Jackson een vraag. En we hebben een nieuwe teamgenoot. Ik ben zijn achternaam kwijt, zijn naam. Ackerman heet hij. Een Nederlander, onze landgenoot, rijdt dus mee. Ik voel me als een kind. Ik kijk rond en ik ben omringd door mijn heroes, weet je? I've even had to pinch myself a couple of times. So, yeah, it can be a bit overwhelming. But out on the track, the speed, the noise, even the smell, it's all the same. I just hope my driving is too. And what about Casper? Ja, Casper, dankjewel Will. Casper Ackerman debuteert ook in de Formule 1. Samen met mij dus bij hetzelfde team. En ik laat het interview nu eventjes, dus mij hoor je dus eventjes niet meer. We gaan ja, gewoon verder met de wedstrijd, maar eerst dit interview even afluisteren. But as it turns out, I'll be racing alongside Casper, which is good enough for me. I get to learn from the best. Besides, every legend has to start somewhere, right? Aiden, just wondering if we can get your reaction to the obvious comparisons that are being made between you and another F1 driver. Much like you, he made the transition from F2 to F1 last season. What do you say to the press here and to your fans who are calling you the new Devon Butler? The new Devon Butler. I'm all right with that. Does that mean we can lose the old one? You come over well. They like you. I don't know what you were worried about. Thanks. You know, everything's going to be fine out there today. I just know it. Just do what you did in F2. Easy. Thanks, Brian. I won't let you down. Come on, Aiden. You've got this. Hello? Aiden, are you in your room? Oh, hey Brian. Yeah, I'm in my room. Good. Well, have a look around. I hope you like it. Should be everything you need in there. News feeds, social media. It's hooked up to the lot. Just do me a favour, eh?
go on. Make sure you check your emails. I think there's a message in there for you. Oh, right. Thanks, Brian. Take a breather, do what you need to do, and I'll see you before the race. Nice one. Hello? Hello, love. How's it going? All right, Ma. Yeah, it's going all right. Just getting ready. I saw your interview. And? You need a haircut. All right. Well, thanks, I guess. But aside from that, you were great. I'm so proud of you, Aiden. I know, Ma. Thanks. I wish I could be out there with you. This is everything you've worked towards. Yeah, I know, but you'll be at the next one. Just do what you do, and everything will be great. Thanks, Ma. And remember, mirror, signal, maneuver. And always stick to the speed limit. Great advice. I'm all over it. I know you are, love. I'll speak to you later. Good luck. Allemaal wel leuk en aardig dat interview, maar dan zijn we dan Australische Grote Prijs met nog 9 rondes te gaan. We moeten verder gaan pushen van Jeff. En we moeten richting Casper Ackerman rijden. En dat moeten we binnen 5 rondes doen. Want anders is de missie gefaald. Dus eerst moeten wij Daniel Ricciardo, die nu nog zijn Renault rijdt. Dat zei ik dus verkeerd. Die nu nog in zijn Renault rijdt. Die moeten we dus zien te passeren. Hebben we dus gepasseerd. Russell in de Williams. Kijken mooi via de buitenkant. Nou, Russell geeft niet op. Knok nog voor wat hij waard is. Momentje op die curbstone. Maar P12 is van ons. En dan heet de volgende Devin Butler. Die kennen wij van F1-2019. Die rijdt hier nu mee in F1-2020. Ja, eigenlijk F1-2021, maar dit is het seizoen 2020. Met de Racing Point. Geen Aston Martin. En daar hebben we dan Butler. Kijken mooi naar de buitenkant. Butler schiet rechtdoor. En P... 11 is van ons. Mooi om te zien. De volgende heet dan Casper Ackerman. Die op P10 rijdt. Hij krijgt altijd zo'n mooie cutscene altijd. En Casper verdedigt heel hard, zie ik. Butler komt er ook aan. Oh, Casper heeft een moment. We kijken daar mooi via die binnenkant. En gaat dit goed? Butler kijkt ook. Drie wijd gaat niet. En we toucheren Casper. Vol vleugel van Casper Ackerman. Helemaal weg. Hij moet dus naar de pits. Onze auto is onbeschadigd, maar die van Ackerman niet. En Butler heeft geprofiteerd. Nee, dat niet, maar we pakken wel punten. En die pakt Casper niet. Oef, dat was even een, een burn, sorry. Die kuch was trouwens expres bedoeld, maar oké. Okay. Boeien, we gaan door. Want we moeten nu Butler zien te passeren. De race moeten we dus gaan finishen. Dat is het object. Die we moeten dus gaan halen. Het gat naar Devin is 2,3 seconden. Groen is sector 1, 2 tiende sneller dan onze vorige tijd. Dat is goed om te zien. De vraag is dan ook, kunnen we al gelijk bij Devin Butler gaan kijken? Ronde nummer 10. En Butler maakt het ons wat lastig.
Kijk hier naar die buitenkant. Nou, dat lukt niet. We moeten zometeen naar die binnenkant kijken. Butler verdedigt heel hard. We laten hem hier mooi staan en duwen Devin wijd. En P10 is van ons. Dat is goed om te zien. De volgende heet dan Lando Norris. En kijk dan, we hebben hier gewoon een veel betere exit. Overtekenen hem nog niet aan. Kruisen achterlangs terug naar P9 toe. Norris maakt daar een fout. Kunnen daar hier dan weer achterlangs terug kruisen. Maar dat is net niet goed genoeg. We moeten nog even geduld hebben om Norris te verschalken. Maar een heel mooi gevecht voor P9. Met nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd. We kunnen alleen maar naar Lando toe rijden. We hebben hier een betere exit. Kruisen achterlangs en P9 is van ons. De volgende heet dan Alexander Albon. Norris komt wel terug trouwens. Dat had ik niet verwacht. Norris probeerde terug te komen. En de AI is ook flink verbeterd ten opzichte van F1 2020. Ronde nummer 13. En met deze pace vangen we de auto voor ons met nog 1. Sorry. Met 1 seconde te gaan. Niet met nog 1 ronde te gaan. Met nog 1 seconde. En Albon zit klem achter Gasly. Kijk hier mooi naar die binnenkant. En laten hem staan. En P8 is van ons. Dan moet ik wel zeggen dat de AI extreem laag staat. Ik kon dat niet aanpassen in het begin. En hij heeft gewoon gelijk doorgespoeld. Ik was zo dom om niet te checken op waar hij staat. Achteraf bleek hij volgens mij op 30 te staan. Zoiets. Dus bij de volgende aflevering heb ik hem op 90 staan. En dan gaan we door naar 92 enzovoort enzovoort. Maar het is een beetje dom dat ik dat niet heb gecheckt. Want nu is het wel heel makkelijk voor ons. De volgende heet dus Pierre Gasly. Oude medium banden voor de Fransman. En hebben hier DRS. Nou, Gasly geeft zich niet gewonnen. En we kruisen achterlangs. Mooi om te zien. De volgende heet dan Charles Leclerc. En die kunnen we helaas niet pakken. Lewis Hamilton wint de wedstrijd van F1 2020. De oorspronkelijke openingswedstrijd wint hij dus. Wij finishen op een P7. Na een touché met Kasper Ackerman en Devin Butler. Pakken punten bij ons debuut. Een mooi resultaat. En dan gaan ze opmaken voor, denk ik, de volgende aflevering van Breaking Point. En kijken wat dat dan gaat opbrengen voor ons en Racing Point. We've witnessed some great battles on the streets of Melbourne today, and they've taken a fantastic win. What a start to the season this has been. A fascinating race here in Australia, Ant. The top teams as ever continue to push the boundaries of the sport, and it'll be interesting to see how the new Racing Point driver, Aidan Jackson, settles in, especially after that early incident involving his teammate. Well, we've certainly seen rivalries born from less. Suffice to say, if you came into the 2020 season hoping for a bit of drama, it looks like you won't be disappointed. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Kasper, listen, I don't know what happened out there. It wasn't my fault. Well, whose fault was it then? Who was the idiot behind the wheel of your car, You're pathetic. You won't even admit when you made a mistake. How did they ever sign you? Oh, Butler. Devin, I didn't see you there. I worked, like, out on the track today.
You nearly took me out, mate. Look, I don't know what happened. You cut in, I swerved. Next thing I knew, Casper was out. Whoa. Mate, I was nothing to do with it. Whatever that was all on you. Don't be trying to pass the blame, because you haven't settled in yet. Sorry, Aiden. Just bear with us one sec. No problem. You seem to find your feet quite quickly after you graduated from Formula 2. What advice would you give to Jackson in his first season? Well, stay out of my way mostly. And taking out your own teammate isn't something I would make a habit of. Almost ready, Aiden. We're just checking audio levels. Sure. Seriously, Casper must be wondering what on earth Racing Point were thinking. That's great. Thanks, Devin. Yeah. Okay, Aiden. Let's talk about that incident with your teammate. Brian. Talk to me. You okay? Yeah, I'm fine. Listen, what happened out there today? I had it all under control and then... Look, let's not go through all that now. We'll talk about it at the debrief. Right, yeah. I was actually talking about your little running with Casper and Butler over in the paddock. Oh, wow. News travels fast. The paddock talks, Aiden. Besides, I've got ears like a hawk. Listen, Butler's a clown. The man's ego is bigger than a... No, I've got nothing. Don't give it a second thought. Thanks, Brian. But Casper? Yes, he can get a little hot-headed, especially after a race. But you have got to work with him. That manoeuvre today... Wasn't my fault, Brian. It probably cost us points. I'll level with you. A lot of people on the team are disappointed, Aiden. And I'll be saying as much to Casper. Now, learn from it and move on. But you can't let it happen again. I'll see you at the debrief. Nou, mooi telefoontje van Brian gekregen. Bla bla bla, bullshit. Deze aflevering zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van de allereerste aflevering van F2021 Breaking Point. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer content van F2021. Schakel lekker, belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like via als jij hem leuk vond, dislike maar als je hem niet leuk vond. Volg me even sociale media met gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F2021. Dan verder met Breaking Point en My Team Career Mode.